Goedemorgen allemaal, wat een reis. En dan ben ik weer op de volgende bestemming en dat is Walibi, België. Ja, ik ben er 2 jaar geleden geweest, net na de opening van de Conda. Volgens mij was het zelfs de openingsdag. Toen hadden we nog wat storingen, maar de Tiki Waka, de Conda, ze hebben hier echt leuke attracties. Dus vandaag een dagje vanuit Walibi, België. Gaan jullie mee? Leuke dingen, ik doe alleen maar leuke dingen. Leuke dingen, ja alleen maar leuke dingen. Ik doe alleen maar leuke dingen. Bij binnenkomst van het park kan je het beste gelijk een parkeerkaartje halen bij de WAP Shop. Dan hoef je later op de dag niet in de rij te staan. Maar je ziet ook gelijk dat Walibi België ziet er al een stuk beter uit dan de versie in Nederland. En daar hebben we hem al, de mascotte van het park. Ja, dezelfde als in Nederland, hè. Je hebt natuurlijk ook hier Aqualibi, het waterpark. En voor de houten achtbaan een mooi logo van Walibi België. En uiteraard hebben we hier ook een Wellenvloeg staan. De houten achtbaan heet hier de Loopgaroe, de Weerwolf. En dan gaan we naar links en dan hebben we nog een 4D-show, de Losband Ditos. Ik vind het wel heel spannend allemaal, want de maximumlengte van de Conda is 1,95. Dus ik twijfel of ik er deze keer in mag. Tijdens de openingsdag, 2 jaar geleden, was het geen probleem. Hadden ze niet eens controle, dus heb ik hem gewoon meerdere malen kunnen doen. Dus wat ik wel zie, het is heel weinig qua normale bezoekers. Maar er zijn heel veel scholen, heel veel schoolreisjes. In dit park staat dus nog wel een breakdance. Die in Walibi Nederland, die koetjesattractie, die is weggehaald. En hier zijn nog wat werkzaamheden. Zijn ze een nieuw gebouwtje aan het samen kalfateren. Nou, zoals je kan zien is de thematisatie van dit park is wat meer traditioneel. In Walibi Holland heb je natuurlijk de festivalthema's. En daar staat nog de Dalton Terror. Daar mag je trouwens niet in. De maximum lengte is 1,95. De Velenvetkaart voor later vandaag. Niet onbelangrijk. Dan komen we hier bij de Gold River Adventure aan. En dan heb je hier nog de Tiki Waka. Een heel leuke achtbaan. Heel grappig baantje. Een soort van geavanceerde muisbaan, hè. En dan gaat hij ook heel mooi over het water heen. En dit is inderdaad in de Exotic World. En kijk eens joh, dit ziet er toch veel beter uit als Walibi Holland, hè. Gewoon de thematisatie in dit park is echt veel beter. En je hebt hier ook nog een frisbee. Met een mooie octopus bovenop. En hier zijn we geharreweerd bij de Conda. Dit is hopelijk de eerste achtbaan van de dag die ik kan gaan doen. Nou, dat blijft toch wel een mooi gebied, hè. Kijk, daar is die mensen. De Conda. Eindelijk na 2 jaar weer gearriveerd bij de Conda. Ik was hier, zoals ik al zei, op de openingsdag. Toen had hij de hele ochtend veel storingen. Dat was echt niet zo fijn. Dat we toen in de middag al een paar keer kunnen doen. Toen had ik geen probleem met de lengte. Dus ik hoop echt dat ik erin mag. En dan kan ik een mooie onderrijd voor jullie maken. Ga jullie mee op deze geweldige achtbaan. De Conda. De wachttijd is 5 minuten. Ja, dat is natuurlijk top. Mooi subtropisch gebied. Terwijl die hier daarboven zo de beat het. Daar komt hij. Ja, ik vind het wel spannend of ik er überhaupt in mag. Wat een gevaarte mensen. Wat een gevaarte. Dan lopen we hier via de single ridersrij. Want die heb je hier dus. Lopen we naar binnen. Dan gaan we op de lift heel. Je mag hier dus filmen met een harnasje. En dat ding gaat echt gigantisch hard naar boven. Dan gaan we naar beneden! Hey! Hij zit hier een beetje in de Conda voor de 2e keer binnen. 3 minuten. Hartstikke leuk. En we gaan weer naar beneden. Wat een kracht er in deze baan. Veel harder dan ik me kan herinneren 2 jaar geleden. We'll be right back.
Dan loop ik hier eventjes via de shop. Hey, hier alles van de Conda. Misschien moet ik wel eventjes een magneetje of zo kopen van de Conda. Dat vind ik wel gaaf. Hier heb je nog allemaal snoep. En hier, I survived Conda. Even kijken of ik een magneetje kan vinden. Nou, dit is wel een mooie. Neem ik mee. Wat een baan, wat een baan. En het is vandaag feest. En er staat nog steeds 5 minuten wachten. Het is voor mij 11 uur. En ja, er staat 5 minuten wachttijd. En ik heb hem via de single riders heb ik hem dus gewoon 5 keer kunnen doen. En ja, zit hem gewoon door ondanks mijn lengte. Dat is wel helemaal top. Geen controle op mijn lengte. Ik ging een beetje door mijn knietjes heen. Maar de volgende 5 keren geen enkel probleem. Ik mocht filmen. Dus dat is wel fijn. Ik had een harnasje. En ik heb hier een polsbandje. Dan kon ik even onderweg even switchen. Vandaar de mooie beelden, maar de Conda, wat een geweldige duik. Die duik is veel beter dan bijvoorbeeld de Goliath in Walibi Holland. Er zitten zoveel gave twists in, heel veel airtime. En aan het einde heb je echt van die mooie banking curves, hoe je dat noemt. Ja, wat een geweldige baan. Voor Walibi België is alleen de Conda al op bezoek waard. En we gaan weer verder het park in. Ze zeiden trouwens ook dat het vandaag niet druk gaat worden. Dus ik heb waarschijnlijk veel leuke onrides in deze vlog. En wat een spectaculaire attractie, dames en heren. De Condala. Spectaculair. Zit hier trouwens ook allemaal geile kikkers in de vijver. Wordt er kwak, kwak, kwak de hele tijd. En worden zo meteen later vandaag opgegeten door de Conda. Wat een grap, dames en heren. Wat een grap. We gaan even door naar de Tiki Vaka. De volgende achtbaan. Nou, dat is wel even fijn om te weten. Ze hebben hier ook een single rider bij de Tiki Vaka Jukeloeres. Mooi baantje. Met helemaal, kijk maar, ze allemaal echte animatronics. Leven ze echt allemaal in het park. En dan gaan we hier naar de single rider. Alleen maar leuke dingen. Misschien hoor je jezelf al gillen. Nee, ik zwijg als ik pak. Oké. Die vind ik wel leuk. Dat was een leuk rondje op de Tiki Vaka. Hier heb je nog het Tiki Theater. Ik weet niet of daar nu shows zijn. De Tiki Vaka, wat een leuke baan. Het is eigenlijk een beetje een geavanceerde wilde muisachtbaan. Echt mooi gethematiseerd, echt voor alle leeftijden. Gewoon echt een familieattractie. Ik kon dus ook via de single rijden. Dat was uiteindelijk 5 minuutjes wachten. Heel vriendelijk personeel. Echt hele aardige gozer bij de ingang. Maakte ook met iedereen een praatje. Vandaar de wachtrij nu 35 minuten is. Nee, maar het is echt een leuke baan. Ze zijn iets strenger geworden met filmen in Walibi België. Houd daar rekening mee. Het mag echt in de meeste attracties eigenlijk alleen nog maar met het harnasje. Dus die polsbandjes staan ze niet toe. En nu draai ik me even iets om en hebben we hier Tutankhamon. En dat is leuk, want die heb ik vorige keer niet kunnen doen. En volgens mij is dit een shooter volgens mij. En heb ik 10, 15 jaar geleden wel een keer kunnen doen. De laatste keer dat ik hier was in 2020. Toen moest hij nog dicht blijven vanwege de coronamaatregelen. We gaan het doen. Nou, hier ook 5 minuutjes wachten. En er is inderdaad een mummy shooter. Hartstikke leuk zeg. Hier nog wat animatronics. En een bronbluster. Nou zitten we in de Challenge of Tutankhamon. Ik kan me er weinig nog van herinneren. Maar het ziet er natuurlijk wel sfeervol uit. Ja.
Nou, dan hebben we de kom dan nog eventjes. Hartstikke leuk. En mijn pistooltje werkt dus helemaal lekker. Een hele mooie dark ride en heeft een trackless systeem. Volgens mij heeft hij ook twee routes, want we zagen ook karretjes voor ons langskomen. Dat is wel leuk dat ze een trackless rijdsysteem hebben. Dat wist ik niet meer. Alleen ja, mijn pistool is aan de rechterkant en van die dame aan de linkerkant, die werkte helemaal niet goed. Dus ik heb echt maar 1600 punten of zo. Dus ja, niet goed te zien en de targets werden ook niet goed geregistreerd. Terwijl die in het midden gewoon echt perfect was. Je had gewoon een paar duizend punten. Dus ja, dat is jammer, maar voor de rest wel een hele mooie dark ride. En mis hem niet. Achter de Tiki Waka, helemaal achter in het park, staat hier de Talents of Tutankhamon. Ik ga hem nog een keertje doen. Wat tref ik het toch ook met die rust in de parken op deze tour door Duitsland en België. Echt helemaal geweldig. Als pretpark fan is het nog top. Bijna geen wachtrij. En als je alleen bent, kan je overal via de single rider naar binnen. Maar Challenge Tutankhamon, de shooter, moet zeggen, echt een hele gave attractie. Je kan ze inderdaad op target schieten. En die hebben ook drie kleuren. Dus ze hebben groen, oranje en dan rood. Volgens mij krijg je bij elke fase krijg je meer punten. En ook als je Tutankhamon zelf verslaat, dan ga je nog even een andere kamer in. Dus dat is het dus. Als je dus Tutankhamon verslaat, krijg je een kleine andere route. En hier heb je ook nog een koffiekopjes attractie. En hier hebben we de Psych Underground. En ja, dit is een looping coaster. En daar in het gebouw zit een hele krappe looping. En die was vorige keer ook dicht tijdens toen ik mijn vorige bezoek in 2020. Ja, ik weet niet of ik hem kan waarderen, want ik kan me herinneren dat die looping echt heel erg scherp is. Dus dan heb je echt heel veel G-krachten. Dus je krijgt misschien wel een blackout. Ik denk bij de Villa Volta in Walibi, tegenwoordig de Speed of Sound, heb ik dat dus ook. Maar we gaan eventjes naar binnen in deze attractie. Ja, als iemand mij kan vertellen in de comments hoe deze eerst heette. Ik dacht mij iets te kunnen herinneren van de Turbine. Nou, ze hebben dus in de tunnel dezelfde muziek als van de Speed of Sound in Walibi, Holland. Wist vergelijkbare EDM deuntjes. Nou, leuk om te zien. Best wel mooi hoor. Mooie baan. Even verlichting. Wat is dat? Dat is die stem! Die stem! Wat een baan, joh! Wat een baan! Waarom nog een plastic op jou? Nog even over de Psych Underground. Wat een baan is dat! En ik kan me nog herinneren als een of andere oud zwart hol gewoon echt niks beleven is. Maar ja, wat een kracht zit in deze baan. Ik heb het gevoel, en mag iemand mij ook vertellen, dat ze vroeger het deden met een touw. Dat je dus met een kabel werd weggetrokken. Maar nu dus met een volgens mij magnetisch. Dus ik weet niet of het altijd al zo was. Maar ja, de introfilmpjes van de attractie, de logo's en zo. Dat kennen we natuurlijk ook van Walibi Holland. Hebben ze ook diezelfde cartoons. Voor mij was het de 3D-show die ze
nog in het voormalige De Clinic, hè? Waar het nu De Clinic zit, hadden ze voorheen op een 3D-show. En daar zitten diezelfde cartoontjes in. Maar wat een baan, die wordt gelanceerd. Mooie lichteffecten. Misschien kon je wat zien van het vlogje, van het filmpje, ik weet het niet. Maar echt gewoon als je hier bent, pak hem mee. Want het is echt gave achtbaan. Heel kort voordat er achteruit door de looping heen. Maar wat een krachten, wat een sensatie. Als je het nooit gedaan hebt, wauw, echt gaaf. En hier de Pulsar Water Coaster. Ja, deze is echt briljant. Ga ik zo meteen ook nog eventjes doen. Ik heb hem vorige of twee geleden ook gedaan. Kletsnat, dames en heren. Ik loop hier in Funland, het kindergebied van het park. Dan heb je hier nog de Fun Pilot. Ik sla me daar even over. Wil je de onride zien van twee jaar geleden? Van de vlog van twee jaar geleden. Dan kan je die bekijken. Maar inderdaad, dit is dus het kinderland van Walibi. Lijkt wel heel erg op het gebied in Nederland. Je hebt hier het Paleis van de Geest. Is ook weer geopend. Een madhouse, hè, zoals bijvoorbeeld de Villa Volta in de Efteling. En Merlin's Castle in Walibi, Holland. En dan hebben we hier links inderdaad de Fun Pilot. En dan komen we uit de Fun World. Wat hebben we gelachen. Wat een feest in Walibi België. Maar zoals je ziet heeft Walibi bijvoorbeeld de Pulsar en de Psyche Underground. Ze hebben best wat unieke rit hoor in het park. Dat is echt zeker een bezoekje waard. Alleen dan voor die specifieke attracties. We lopen nu eventjes langs de Rapid River van het park. Ik ben even de naam kwijt, maar we gaan gewoon eventjes onderuit. Animatronics hier, dames en heren. Leven zegt de animatronics van het park. Goedemiddag. Hij heet dus de Radja River. En 5 minuutjes wachten. Dus lopen we gewoon eventjes naartoe. En daar in de verte zien we al de looping coaster van het park. Dezelfde als de Speed of Sound in Walibi, Holland. Wat ik mij ervan kan herinneren, volgens mij heb ik hier nog, voordat ik überhaupt vlogde, heb ik hier nog een filmpje van 100 jaar geleden, toen ik nog jong, knap en aantrekkelijk was. Maar ik kan me herinneren dat deze nog wel best wel intensief was, deze baan. Dus we gaan hem meepakken. Hoe heet het ook alweer? Ik ben de naam alweer kwijt. Ik kan mij het verrotten. Dit kan ik mij trouwens nog wel herinneren. Nou, ik zie hier mensen helemaal zeiknat uitkomen. Ik neem niet mee. Nou, zitten we hier in de Radja River. Ik mag hier filmen met de pols, maar ik ben benieuwd naar de baan. Ik kan me nog herinneren van, weet ik, van 10, 15 jaar geleden. Nou, ik begrijp niet waarom je hier van die handvaten hebt. Want hij gaat niet heel hard door de baan heen, maar hij knalt wel tegen al die vijkanten aan. En als je voorbij die poortjes bent, is het weer een half uur verder. Oh, we gaan naar beneden, we gaan verder. Oh, heerlijk! Oh, dat is wel even lekker, hè? Er komt nog wat nat in. Leuk onder de waterval, word je hier dus wel gewoon zeiknat. En dan gaan we weer zo doen, weer naar achteren. Ja, ik ken de baan niet, dus ik ben heel benieuwd, maar hier zit wel een mooi stukje aan. Ja, dat is heel hoppa! Hoppa! Oh, en dan komt er nog een klein stukje dark ride in deze attractie. We gaan even de tunnel in. Wow. Ik zie daar iets wat helemaal niet goed is. Het is één straal, die is afwijkend. Dus als je daarin gaat, in die ene straal, dan word je zeiknat en hij is in het midden van het bootje. Dat is niet goed. Jezus!
Vol in die straal was die goed, mensen. Heb ik weer, dames en heren. Het is een geweldige baan. Nou, dit gebied van het park is het echt rustiger dan rustig. Het is een beetje zich aan het verspreiden, het volk. Dus ik, het begin was ik nog een beetje bang van, man, wat een volk op parkeertrein. Maar ja, valt eigenlijk wel mee. De waterbaan, Radja River. Zo, ik kreeg eventjes de volle laag van die stralen binnen bij die overkoepelende watersproeiers. Ja, maar de topbaan blijft er toch. Ik vind het echt een leuke baan. En hier achter mij heb je de Popcorns Revenge. Dat is een shooter, vergelijkbaar met de Challenge of the Tutankhamon volgens mij. Vorig jaar natuurlijk was, 2020 was die natuurlijk gesloten vanwege de coronatijd. Mochten alle binnenattracties nog niet open. Dus dan gaan we even binnen in de Popcorn Time, Popcorn Express. Weet ik veel, krijg er nog maar van. Nou, kan inderdaad alles mis. Het is de Popcorn Revenge. Ja, ik vind het toch wel een leuk gebouwtje. En de wachtrij is er ook minimaal 5 minuutjes. Ga maar even doen. Dit is voor mij dus een nieuwe attractie. Nog nooit gedaan. En de rijdvehicles, de karretjes, zijn hier dus ook een beetje vergelijkbaar volgens mij met Symbolica. Ja, ben ik wel benieuwd hoor naar deze attractie. Nou, ik mag dus niet met mijn grote camera filmen in de attractie. Maar wel met een action cammetje. En daar zijn we. Oh, dat ziet er wel mooi uit, hè? Wat leuk. Er zijn verschillende theaters waar je in kan gaan. Je hebt verschillende schermen. Een beetje hetzelfde ritssysteem als Symbolica. Hier is de centrale hal waar het heen gaat. Leuk gedaan zeg. Dan ga je dus hier eigenlijk achter elke gordijntje zit een ander scherm, een ander thema. Erg leuk. Nog onderwegende decorstukken. Nee. Grappig. Loop hier nog eventjes door de shop van de Popcorn Time. Krijg je gewoon trek van. Toch wel leuk. Al de figuurtjes uit de attractie. Popcorns, ik zeg het ook eens Popcorn Time, het is natuurlijk Popcorns Revenge. Ja, hartstikke leuk. Ja, en uiteraard verkopen ze hier ook de grote enorme Walibi popcorn. De Popcorns Revenge heeft een beetje hetzelfde ritssysteem als de Symbolica en bijvoorbeeld de Ratatouille in Disneyland Parijs. Ik vind het een hele leuke attractie. In principe is het een heel klein gebouw met allemaal gordijntjes waar je naartoe gaat. En je hebt allemaal schermen in een rondje zitten. En dan ga je steeds van kamer naar kamer. Het is een hartstikke mooie attractie. En ik vind het wel een beetje apart dat ze hier dus in het park dus twee shooters hebben. Maar ja, ik vind hem wel leuk. Ik vind het op zich wel apart dat je op een gegeven moment niet met deze camera mag filmen in deze attractie. Overal voor de rest mag het wel in de rustigere ritjes. Dus ik mocht wel filmen met mijn GoPro'tje en met mijn actioncamera. Dus de beelden waren wat minder goed dan je gewend bent. Maar zeker een leuke attractie, de Popcorns Revenge. En deze kennen we. Staan in heel veel parken de mini rainbow attracties. De grote zie je eigenlijk nergens meer. Daar is natuurlijk een keer een ongeluk mee gebeurd. Nu hebben ze uit de meeste parken verwijderd. En ook van de kermis trouwens. Sta ik inmiddels bij de Cobra. Je mag er maar langs. Zo de bietert. Ja, dezelfde baan als in Walibi, Holland, Speed of Sound natuurlijk. Popcorn Town, Popcorn's Revenge. God mij, ik kom er lekker aan mijn woorden. Popcorn's Revenge heb ik nog een keertje gedaan. En ik had deze keer een compleet andere route. Andere thema's op de filmpjes. Ik vind hem echt hartstikke leuk. We gaan nu eventjes kijken of de
de Cobra net zo heftig is als de Speed of Sound. Ik wou altijd als ik in de Speed of Sound ga in Walibi Holland, als ik achteruit ga in die looping, dan weer voorbij, zo de beat bent, dan krijg ik altijd een blackout. Ik ga deze ook even proberen en dan vertel ik zo meteen wat ik ervan vind. En ja, deze mag ik jou onderuit filmen. We zitten hier ook vlak achter de achtbaan. Zijn ze ook bezig met werkzaamheden. Dan zitten we hier in de Cobra. Ik ben benieuwd hoe die is in vergelijking met de Speed of Sound. En je mist hier natuurlijk wel de tunnel. Dan zie je stonen met die zo naar beneden in de buitenlucht. Hey. Hij gaat wel lekker soepel onder de baan eens, zeg. Nu is de achteruitwaartse looping. Daar word ik nooit zo vrolijk van. We gaan het zien. Bob, Bob, Bob. De Cobra, wat een baan. Ik moet zeggen, hij gaat soepeler door de baan heen dan de Speed of Sound in Walibi Holland. En inderdaad, die achterwaartse looping. Hij is bij deze nog extremer dan hier in Nederland. Het is echt niet normaal, wat een baan. Ja, ik vind hem echt, echt heel erg leuk. Dus als je bent, pak die Cobra mee, lekker soepel. Staan we nu bij de Vampire en over soepel gesproken. Deze is een stukje minder soepel. Maar het is dezelfde baan als de Condor in Walibi Holland en de MP Express in Moviepark Germany. En nog even over de schouderbeugels van de Cobra. De OV Coma beugels vind ik gewoon niet comfortabel. Ik moet ze altijd ietsjes losser doen. Anders zitten ze echt heel klem en het wordt langer, dus het is gewoon niet comfortabel. Maar hier zijn we dus bij de Vampire. Als je kan zien is de thematisatie van deze baan wel wat beter dan in die andere parken. Ik ga het gewoon een keertje proberen. Het is het risico voor mijn eigen leven en mijn botten vooral en mijn nek. Je zou toch bijna denken dat die niet slechter kan zijn dan het prototype de Condor uit Walibi Holland. Want dat is echt een rommelbak. Daar hebben ze nog de treintjes natuurlijk een aantal jaren geleden vervangen. Hebben ze nog proberen een beetje wat soepeler te maken met andere beugeltjes en zo. Maar dat wordt hem geloof ik niet meer. Moeten ze gewoon afbreken. En deze, ik ben benieuwd, met gevaar voor eigen leven ga ik jullie meenemen onderuit in de Vampire. Man, 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 man. Oh, wat erg. Wat erg. Ik jullie helemaal lekker maken met het intro praatje om de ervaring te delen van de Vampire versus al die andere achtbanen van hetzelfde type. Maar ja, stond mooi voorin. Als je zegt, toch ga maar lekker vooraan staan, kan je filmen. Op het moment dat ik de tas in de opslag wil doen, haalt ze me er alsnog uit. Van ja, je bent toch te lang. Je mag maar 1,95 zijn geloof ik. En ik ben weer 1,98. Dus het is er helemaal klote. Je mag er dus niet in. Maar aan de andere kant, ja, voor jullie jammer. Kan ik geen vergelijking maken, maar ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. Want het zijn toch een partij rammelbakken. En we gaan weer door hobbelen het park in. Ach, ach, ach. En hier hebben ze nog lekker verbrande worsten zo te zien. Volgens mij, ja, ruikt verbrand. En dat is ingehoord. Hier heb je nog de Beat and Greet met Walibi. Even lekker knuffelen. En achter mij de werewolf, de Loop Garou.
ja, een beetje een ruige baan. Ik weet niet 100% zeker of ik hem ga doen. De wachtrij valt mee, maar we gaan het zien. Ik heb inmiddels ja, het park bijna helemaal rondgelopen. We hebben alleen de Pulsar nog, de Watercoaster ga ik zo meteen eventjes in. En nog het Western gebied. En daar staat nog de Dalton Terror, de Freefall Tower. Daar mag ik niet in. Dat is de maximum lengte 1,95. We hebben nog wel de hele gave Mijn Trein achtbaan. Dat is echt een hele goede baan. En die gaan we zo meteen eventjes doen. Dan neem ik jullie mee onderuit. En ook hier, ja, wat is het toch met die banken tegenwoordig? De bus saw. Een beetje dezelfde als in de Walibi Holland ook, maar ja, deze is ook gewoon gesloten. Zal die dezelfde problemen hebben als de bank in de Blast in Walibi Holland heeft gehad? Ik weet het niet. Weet iemand dat? En hier in het Western gebied. Het is een stuk drukker dan vanmorgen. Hier in het midden heb je nog lekker biertjes. Hier allemaal terrasjes met de horeca. Ja, dat ziet er allemaal heel gezellig uit dit hoor. Moet je wat meer horeca. En hier heb je nog de Dalton Terror. En hier zijn we bij de Dalton Terror. De Drop Tower, het leuke is, hij heeft dus individuele bakjes. Dat is leuk aan deze toren. Maar ik mag er niet in. Maximaal 1,95. Ik heb hem trouwens wel een keertje kunnen doen, jaren geleden, maar tegenwoordig lukt het niet meer. Wel leuk om te zien dat de Dalton Terror heeft dus drie of vier losse kettingen, stalen kabels die ze omhoog takelen, maar ja, ze vallen allemaal wel tegelijk naar beneden, relatief gelijk. Ik vind het wel gezellig. Hier gewoon een gezellig dorpje. Dit is goed. Dit is gewoon goede thematisatie. Ik hou hiervan. Lopen nu even naar de. Hoe heet dat ding ook weer? De Calamity Mine. En dat is de Mijntrein 8-baan van het park. Heel goed. Je ziet hem hier achter mij. Het is ook een hele lange baan. Dus ik neem jullie mee onderuit. Ook wederom 5 minuten. Heerlijk dit vandaag. Gewoon een soort van ja, privépark, hè. Zo moet je het een beetje zien. En ik vind het veel meer waard dat je het laagseizoen gaat. Veel meer waard voor je geld. Ik weet niet of je die kan zien, maar dat zijn allemaal geile kikkers hier. Er zitten geen animatronics, echte beesten. Daar zitten we hier in Calamity Mine. Hartstikke leuk, ik heb je mee. Hey. Hey. Ah, I got it. Hey. Oh, I think it's broken. I haven't seen it all. Oh, my beach. Okay. Nou, de waterval is stuk, maar deze doet het wel. Dus wat leuker is, hè. Gaan we de tweede lift in op. Blijft een leuke baan. Ik heb hem 2 jaar geleden gedaan. Ja, gewoon een leuke baan. Een beetje vergelijkbaar met de Mijntrein in Fantasialand. Hartstikke leuk. En dan gaan we verder. De Mijntrein van het park. Ja, geweldig. Hij is vergelijkbaar met de Colorado Adventure in Fantasialand. Ja, echt een goede rit. En het enige wat een beetje wat het dus niet deed was de waterval. Daar word je normaal wel een beetje nat in, maar het is gewoon echt een leuke baan. Meerdere keer dat je opgetakeld wordt en een paar tunneltjes erin. Ja, echt een leuke baan. Dus gewoon meepakken als je hier bent. Ik hou ervan, een beetje van die family coasters. Hierachter sta ik bij de Pulsar. Die ga ik zo eventjes doen.
Helemaal vergeten dat Walibi België ook een boomstammetjesattractie en loopvloem heeft. Ik vind deze minder mooi dan die in Walibi Holland. Die hebben ze daar echt goed opgeknapt. Maar deze heet dus de Flashback. Nou, zo te zien gaat de Pulsar leeg weg. Misschien heeft hij een kleine storing. Gaan we zo zien. Ja, inderdaad. Hij gaat met lege bakjes weg. Dus ik denk dat hij een storing heeft gehad en ze maar aan het testen zijn. Maar wel een gevaart hoor. Als ik hem zo meteen nog kan doen, neem ik jullie mee onrijd. Maar dit is echt een topbaan. Ik heb hem vorig jaar gedaan. Of sorry, 2020. Ho. Oh, wat een baan is dit joh. En je hebt hier een draaiplatform en dan kunnen ze dus het ene karretje laden en het andere karretje de baan opsturen. En ik denk, maar het duurt wat langer nu ze hem hier laten staan, dat hij teruggaat en dat nu weer de mensen in zitten. Yes, dus hij is weer operationeel. De baan moet magnetisch aangedreven en ik kan me herinneren dat er enorme power in deze baan zit. En je wordt er als je pech hebt ook zeiknat in. Ik heb jullie mee in de onrijd. Oké. Okay. There we go. Heerlijk mensen! Dan ga je met het draaisysteem weer terug over de baan. Erg gaaf! Inmiddels weer bij de kapotte topspin en de Pulsar. Ik ben alweer een beetje opgedroogd, maar wat een gave baan. Er valt me ook op dat er onwijs vol power in zit. Het is vooral het eerste stukje dat je achteruit gaat, denk je van nou, valt wel mee. Word je naar voren gesodemiet en op een gegeven moment helemaal omhoog. Krijg je een partij geen kracht op je donder, dat is echt heel erg gaaf. En ik zat aan de zijkant en het viel wel mee. Ik mocht alleen met het harnasje filmen, maar, zoals je waarschijnlijk gezien hebt, maar hartstikke leuk. Ik zou zeggen, vind je de filmpjes dan leuk? Geef een likeje, een duimpje, subscribe mijn kanaal, even het belletje aantikken. Want ik ga nog zoveel leuke vlogs maken en als je dat wil zien, gewoon eventjes doen. Ik heb het nog eventjes opgezocht wat betreft een nieuwe attractie, de Silverton. Er konden mensen op stemmen online en dan hebben ze eigenlijk die naam gekozen. Hij komt in het West End gebied en het is een beetje in de steampunk stijl. En het lijkt mij op een flat ride, een soort van de kermis, een beetje een blower-achtig type attractie. Ik ben benieuwd, maar die gaat dus in de zomer open. En dat is weer zover. Het is weer het veel en vet item. Gaan we weer een beetje zo'n lekker burger halen. Nou, hartstikke lekker. Veel en vet item. Heb ik hier een triple cheeseburger. Ongelooflijk. We gaan er lekker veel en vet doen. Kijk hier weer voor de Calamity dinges. De Calamity mijn. Veel en vet zit er maar in. Een triple burger, een colaatje en een salade. En de salade was zonder bestek. Dus ik heb altijd met mijn klauwen naar binnen moeten werken. Maakt allemaal niet uit. Wat vind ik nou van Walibi? Het is echt een goed park. Het is leuk om te zien dat alles weer geopend is. De Popcorn Revenge, de Challenge of Tutankhamon, de Psyk Underground. Alles is gewoon lekker open. Ik heb bijna geen storingen gezien. Alleen bij de Pulsar eventjes. Ze gingen eventjes weg zonder mensen. Maar ja, Walibi België blijft echt een leuk park. Veel beter dan de versie in Nederland. Nogmaals, vind je het leuk? Geef een like, duimpje, subscribe op mijn kanaal. En het belletje even aantikken. Dan krijg je al die leuke filmpjes te zien. Terwijl die weer achter mij voorbij. Zo de weekend. Maar ik zou zeggen, ik ga nog even een paar rondjes doen in de Conda. En nog even van het park genieten. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog. Hoi, hoi. Volg allemaal leuke dingen. Alleen maar leuke dingen. En hier zie je de uitbreidingen van de Aqualibi. En dan zie je daar een bandenwaterslide waar je omhoog gesodemieterd wordt. Hartstikke leuk!